Café Het Hart van Veghel is op zoek naar de beste DJ. Deze zoektocht loopt inmiddels al een paar weken. Wij zijn een DJ-contest begonnen in de aanloop naar Koninginnedag 2011. Dat is vorig jaar een groot succes gebleken. We hebben dit jaar een heel hoop DJ's die daar ook graag zouden willen staan. Dus daar hebben we nu een wedstrijd aan verbonden. Op de oproep voor deze DJ-contest werd enthousiast gereageerd. Uiteindelijk hadden we tegen de 40 inschrijvingen. Daar hebben we een kleine voorselectie in gemaakt. En dan zijn we teruggegaan naar 21 DJ's. En die hebben we verspreid over 6 weken. Na de 6 weken komt er nog 1 finale dag. Bij de DJ-contest zit geen jury. Het is het publiek dat de winnaar mag kiezen. De mensen kunnen op de avond zelf stemmen in het café. Daar hebben we stembiljetten voor. Ook kunnen ze via een scherm een sms sturen. Die sms zal ook worden geteld. En daarnaast zal er de dag nadat de DJ's hebben opgetreden op de site een poll staan. Daar kunnen de mensen individueel nogmaals een keer stemmen. En na een week tijd gaat de poll dicht. Op dit moment zijn er al 3 avonden geweest. En de reacties daarop zijn positief. Ja, daar wordt heel goed op gereageerd. De DJ's zelf zijn er heel enthousiast over en nemen natuurlijk ook een hoop vrienden mee. En het wordt een echte wedstrijd al. Je ziet dat de DJ's zwaar tegen elkaar concurreren. En ze proberen iets extra's te doen en dat leeft echt. De winnaar van de DJ-contest staat over een tijdje zeker wat moois te wachten. Op 25 februari is de grote finale. Daar gaan drie DJ's met de meeste stemmen gaan draaien. Daaruit komt 1 winnaar en die komt in de line-up staan van Koninginnedag 2011. 2011 heeft dit jaar echt grote artiesten, internationaal en nationaal. En dat is voor de DJ's een grote kans om toch in dat circuit door te breken. En tot die tijd moeten de DJ's in spe nog in spanning afwachten op de uitkomst.